Schiphol is de perfecte plaats om de Buitenlandse Zaken reisadvies-app te lanceren. Hebben jullie hem al gedownload? Uiteraard. Wat is de meerwaarde ervan, van zo'n reisapp? Hij is online beschikbaar, maar ook offline. Je krijgt altijd updates. Dus als een situatie verandert in het buitenland, dan weet je dat. We keken van het weekend al heel eventjes stiekem om onze volgende reis voor te bereiden. We gaan naar India. En er stonden inderdaad een aantal gebieden waar je beter dus niet kan komen op het moment. Maar aan de andere kant van India, daar is het wel weer veilig. En dat is gewoon ontzettend goed om te weten. En dat kun je dus ook tijdens je reis achterkomen. Je gaat soms ver weg. Dan kan er iets gebeuren. En dan is het van belang dat je meteen ook weet bijvoorbeeld waar je moet wezen als je inderdaad in problemen bent. En die app die geeft daar dus alle informatie over. Op die app kunt u vinden per land waar je wel en waar je niet kunt zijn. Waar het riskant is om te gaan. Je vindt er verder ook mededelingen over inentingen of die vereist zijn. Je vindt er mededelingen over visum. Enzovoort, enzovoort. Ik heb hem nog niet bekeken, ik heb hem net gedownload. Net gedownload, dus ik kijk er nu naar. Verenigd Koninkrijk. Waakzaamheid betrachten. Pas op. Gelukkig geen bijzonderheden rondom zware criminaliteit of onveilige gebieden. Dus ik denk, volgens mij gaat het wel goed komen. Je moet er meegaan met de tijd. En dit is lekker makkelijk. Ja, dat is handig om te hebben.